Goedemiddag. Leuk dat je meekijkt. Mijn naam is Ellen Mouthaan, Ellen Mouthaan Makerdij. En vandaag ben ik in de vesting in de Huizen Poortstraat. Er komt net een auto achter mij aan. Eigenlijk wil ik zeggen, de Huizen Poortstraat is een hele rustige straat. Mensen die hier niet hoeven te zijn, ja, die komen hier eigenlijk ook niet. Dus kennelijk moet deze meneer hier zijn in de buurt. Achter mij zien jullie de Huizerpoort. En aan de Huizerpoort dankt de Huizerpoortstraat zijn naam. We zitten midden in de vesting. De vesting is omgeven natuurlijk door vestingwallen. En achter mij zie je ook die groene vestingwallen. Ik ga even de camera omdraaien. Er komt nog een auto aan. Hoe is dat mogelijk? Kijk, dit zijn de vestingwallen. Nou, ik loop even een heel klein stukje met jullie erop. Dat je daar wat van kunt zien. Zelf ben ik een echte vestingbewoner. En wat ik heel erg leuk vind aan de vesting is gewoon die combinatie tussen groen, hè, buiten wonen en de stad. Want je hebt hier eigenlijk alle voorzieningen, hè, van een kleine stad. Hè, je kunt nu heerlijk op het terrasje zitten. Hè, er is een Albert Heijntje, klein Albert Heijn. Er is een markt. Hè, maar je hebt ook dit. En dit is gewoon zo leuk om gewoon lekker te wandelen. En heb je kinderen die kunnen zwemmen, zeg ik altijd. Ja, dan kunnen ze hier ook wel super leuk spelen. Zwemmen is wel een must, want kijk, daar heb je de vestinggracht. Heel erg leuk. In de vestinggracht mag je niet zwemmen, wel met een bootje spelen, varen. Dat gebeurt ook heel erg veel. Dus ik sta nu op de vestingwal met onder mij dus de Huizerpoort. En daar de Huizerpoortstraat met aan het einde de grote kerk. Nu in de steigers. Maar gewoon een hele, ja, rustige straat. Eigenlijk wat ik net al zei. Als je hier niet hoeft te zijn in die Huizerpoortstraat. Dan kom je er eigenlijk ook niet. Goed, maar ik laat jullie niet langer in spanning. We gaan naar Huizerpoortstraat nummer 24. Dit huis is een 30-jarige huis. En dat maakt eigenlijk een deel uit van een rijtje met soortgelijke woningen. En dit is dan de hoekwoning. En dat is ook zo leuk van de vesting. Je hebt gewoon verschillende stijle huizen. Grote huizen, kleine huizen. En dit is dus eigenlijk een huis niet eens zo heel groot. 91 vierkante meter, maar wel heel ingenieus, zeg maar, gerealiseerd. Dus je hebt drie slaapkamers, je hebt een leuke woonkamer. Voormalig ensuite. En dat maakt het echt tot een huis waar een gezin ook heel goed in past. Maar ook alleen of met z'n tweeën. Dus, hele grote doelgroep voor dit huis. Nou, en dan die fantastische hibiscus naast het huis. Die is natuurlijk heel erg leuk. Goed, 30e jaren. Dus een mooie deur. En dan kom je binnen. Kijk. En dan zie je hier zo'n granitovloer. Dat is natuurlijk echt iets uit die tijd, origineel. Een witte rechte trap naar boven. En dan heb je een tweetal deuren. Een deur naar de voorkamer en een deur naar de achterkamer. Nu is de voorkamer ingericht als zitkamer. Maar goed, dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Wat jouw wensen dan ook maar zijn. Nou, het huis is nu voor de vorm, zeg maar, ingericht met kartonnen meubels. De bewoonster heeft het huis al verlaten. En ik doe even de deur dicht. Nou, je ziet hier een auto voor je deur. Ja, dat kan soms gebeuren. Dat is ook het wonen in de vesting, heb je dat soort dingetjes ook. Nou, voor de rest zie je hier een goede lametvloer. Lametparket. Een hoge plint. En een mooie, originele, 30e jaren schouw. En om de hoek zie je er nog eentje. En die is ook in gebruik geweest altijd als open haard. Nou, wanden gewoon netjes, lekker hoog plafond. En dit is dan dus de eetkamer met openstaande deuren naar de achtertuin. Ja, wil je dat anders? Zeg je van, jongens, ik wil gewoon hier zitten. Ik wil een grotere zit en in. Ja, dat is helemaal natuurlijk aan iedereen zelf. Ik draai even om. Ik film niet met de groothoeklens. Dus als je hier in de praktijk komt kijken, dan zul je vaak horen bij heel veel van mensen die zeggen van, ja, het is veel groter dan op de live video. Ja, dat klopt. Want wij filmen met een normale lens en niet met een groothoeklens. Nou, daar zie je dus de deur naar de hal. En daarnaast zit een deur naar wat wij dan noemen een verdiepte trapkast. Kijk. Dus
staan nu wat spulletjes nog in van ons. Voor de inrichting van het huis. Gewoon een hele praktische bergruimte. Ja, en hij is dus in 2 treetjes verlaagd. Ja, mooie originele details zitten er in het huis. Hè. Dit soort deuren. Ja, dat is gewoon allemaal 30er jaren. En dat is niet verpest. En dan zie je dus die openstaande deuren naar die patiotuin. Die patiotuin is echt zonnig. Die ligt op het zuidoosten. Nou, vooral deze tijd van het jaar, hoogzomer, heb je hier heel veel zon. Met achterin een houten schuurtje. Kijk. Voor, nou ja, fietsen. Daar staat nog een extra deur die in het huis thuis hoort. Ook nog een originele. Dus hier kun je, ja, gewoon je fietsen kwijt. En je hebt ook een achterom. Dus die fiets die hoeft niet door het huis. Oeps. Kijk. Daar heb je de achterom. En de achterom loopt hier naast het huis zo. Tjak, naar voren. Die muur die je hier ziet hiernaast. Dat is de entree van de parkeergarage. Van het gebouw wat hier naast staat. Nou. Zeg je nu van, ik heb eigenlijk wel behoefte aan een grotere tuin. Ja, dan zou je natuurlijk kunnen overwegen, hè, om dat schuurtje daar af te breken. Als je zegt, joh, weet je, ik heb 1 fiets en die zet ik ergens anders neer. Of die zet ik gewoon los neer. Ja, dan kan dat natuurlijk ook. Goed. Heel het huis heeft dubbel glas. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Hè, overal isolatieglas in. Oh ja, hele huizen niet waar. De voordeur en het raampje naast de voordeur, die zijn nog enkel glas. Mooie hoekkast. Ja, origineel is het natuurlijk een dichte deur geweest. Maar dat is nu een open deur. Waar je gewoon leuk je dingetjes neer kunt zetten. En dan hier de keuken. Nou, we zien dat hij op de originele plek zit. Want hier hebben we dus ook nog de granito vloer. Die we ook in de hal zagen, zien we hier ook. Nou, keuken. Witte keuken. Gewoon lekker functioneel. Goede ijskast zit erin. Kijk, ik zal hem even laten zien. Want ik weet dat er niets in staat. Kijk, gewoon een goed formaat ijskast. Ja, met een diepvriesgedeelte eronder. Kijk. En dan heb je daar nog de combi-overmagnetron. Hier achter deze deur, daar zit nog een klein... ja, halletje. En met een antracietkleurig, of nou een lichtgrijs moet ik eigenlijk zeggen, vloer, tegel, fonteintje. En dan zit hier om de hoek zit het toilet. Nou, kom je hier kijken, laat ik die ook zien. Gewoon keurig netjes. Niet spectaculair, luxe, niet, ja, gewoon keurig netjes. Keuken is van 2013 en dat geldt ook voor de badkamer dadelijk boven. Die zijn dus gewoon redelijk recent. Gewoon tijdloos, afwasmachine natuurlijk erin. Dus dit is de begane grond. Het is overal een goede lametparketvloer erin. Gladde wanden. En dan een lekker hoog plafond met een randje erlangs. Ik neem jullie mee naar boven. Goede deurklinken er allemaal in. Goede hal dus. En daar dus de voordeur, echt nog zo'n 30e jaren voordeur. Ja, en dat is dan dus enkel glas, maar dat is dan ook het enige, deze twee. Maar kijk eens even hier. Ja, ik vind dat altijd heel erg charmant, dit soort dingen. Een fijne rechte trap. Hè? Dus je loopt hem eigenlijk heel snel op. En dan kom je op de eerste verdieping en dan heb je een hele ruime overloop. En die is eigenlijk verrassend ruim. Vaak is het echt gewoon heel krap. Nou, hier kun je gewoon makkelijk je alle kanten opdraaien. Hier ligt een, net als op de trap, een antracietkleurige sisalvloer. Dan komen we in de badkamer. De badkamer is net zoals de keuken van 2013. Is eigenlijk dus, ja, best wel recent. Een beetje een zandkleurige tegel. Grote douche. Hè, met een achteruitlaat. Kijk. Toilet. Hier natuurlijk, tweede toilet. En de mogelijkheid voor je wasmachine. En daar kan altijd nog een droge op. Dan heb je hier een plat dak. Hier trouwens ook weer dat dubbelglas. Kijk, dat zal ik even laten zien. Dat kunnen we hier zien. Een plat dak, dat mag je nu niet gebruiken officieel, want er zit geen hek omheen. Zeg je, ik wil hier nog een terrasje omheen maken. Nou, wat let je? Qua de
regelgeving. Moet daar een hek omheen. Je hebt geen probleem met je buren, want er is een muur tussen. Dus je kunt hier een heel leuk dakterrasje nog maken. Het gebouw waar je achter op tegenaan kijkt, dat is het dak van de peuterspeelzaal die hier achter zit. En daar links zit daarvan de speelplaats. En daar zie je dakterrassen van de appartementen op de Huizenpoortstraat verderop. Goed, dus eigenlijk heel mooi. Hardstenen. Richel daar, drempeltje. Gewoon heel verzorgd, heel keurig. Eigenlijk kun je daar gewoon zo in. Nou, dan heeft deze verdieping twee slaapkamers. Ik gaf bij het begin al aan dat dit huis drie slaapkamers heeft. Nou, dit is eigenlijk de kleinste, maar dit is echt een hele leuke kamer. En dit was in gebruik als kinderkamer. Nou, hier stond ook een bed met een bureautje en een kast. Nou ja, kast heb je een vaste kast. En ook hier weer van die leuke raampjes. Met dubbel glas natuurlijk en een plafond. Met hout. Goed, dan hebben we een hele grote slaapkamer. Dit is echt een hele mooie grote slaapkamer. Kijk. Goed formaat. Hier hebben wij nu een bed ingezet. Nou, dat is een bed van 1,80. Bij 2, dus dat is gewoon echt groot. Kartonnen meubels, dus ga er niet op zitten als je hier komt. Gewoon ook hier goede wanden en een houten plafond. Lekker licht, grote kamer. Nou, in deze kamer heb je, hier de vloer is hier een grenen vloer. Kijk. In deze kamer heb je een trap en die gaat naar de zolderverdieping. Een zolderkamer moet je eigenlijk zeggen. Gewoon een hele leuke kamer. Met heel veel licht. Kijk. Aan zowel de voor- als de achterkant heb je hier dakramen. Nou, ik heb net even de raambekleding even omhoog gedaan. Om jullie te kunnen laten zien hoe lekker licht het hier is. Ja, en dat vind ik ook altijd zelfs zo leuk van de vesting. Is dat waar je ook kijkt, je ziet, het is altijd anders. Kijk wat een leuk uitzicht. En daar links zie je de vestingwallen. Ik weet niet of jullie die mensen zien lopen. Ik zie daar mensen lopen. Dat is zo leuk. Weet je, waar je ook kijkt, je hebt gewoon altijd alweer een ander uitzicht. Heel ingenieus aan deze kamer zijn deze bakken. Kijk. Kun je heel veel spulletjes in kwijt en past dus precies. Nou heb ik hem niet netjes dicht gedaan. Past dus precies onder die schuine kap. En aan die kant heb je gewone schuifkasten. Ja, achter de knieschot heel veel bergruimte. Kijk, daar zie je de bergruimte. Zo. Oké. Nou. En hierachter de cv-ketel. Laat ik je ook even ter plekke zien. Dus dit is eigenlijk de zolderverdieping. Hele leuke kamer, werkkamer, slaapkamer. Ja, wat je maar wil. Nou, deze kamer bereik je dus door die andere kamer heen. Er is hiervoor gekozen om daar geen apart halletje van te maken. Nou, zou je dat wel willen? Dat kan. Je kunt hier gewoon een aparte halletje natuurlijk maken. Wordt die kamer wat kleiner. Maar goed, dat is ieders persoonlijke keuze. Overloop, lekker groot, ruim. En dan heb je hier dus de derde slaapkamer. Ja, die is wat kleiner, maar nog altijd een hele leuke kamer. Als je naar www.huizenpoortstraat24.nl gaat, zie je ook de plattegronden van het huis. En die geven ook een goede indruk van, dan kun je precies zien hoe groot de afmetingen zijn van de verschillende vertrekken hier. Het is echt wat ik zeg, hier heeft ook een gezin onlangs gewoond. Dan ga je hier alleen wonen, superleuk. Met z'n tweetjes ook helemaal leuk. Hele huis is voorzien van isolerende beglazing. De badkamer is van 2013. Gewoon eigentijds, netjes onderhouden. Ziet er strak uit. Kijk, ik zie het altijd aan dit soort dingen als hoe die kitranden zijn. Ja, die zien er gewoon echt gewoon goed uit.
Hier ook weer originele deuren. En dan loop ik met jullie naar beneden. Zo, de trap af is altijd zo'n minst interessant deel voor iedereen altijd om te kijken. Kijk, hier kijkt hier weer op die vloer. En die granito vloer die hier zit. Kijk. Met hier recht voor me de meterkast. En dus je hebt een tweetal mogelijkheden om vanuit de hal de kamer in te gaan. Hier kom je eigenlijk in de, wat nu ingericht is als eetkamer. En aan de rechterkant kom je in de zitkamer uit. Kijk, open zijn de deuren. Lekker hoog plafond. Heel licht huis. Zelf ben ik er altijd heel erg gevoelig voor. Gewoon lekker licht. Schouw in de achterkamer met een open haard. Mooie hoge plinten. En een zitkamer aan de voorzijde. Met dus ook weer een deur naar die hal. Ja, zeg je, ik wil het liever andersom indelen. Ik wil hier, je wil hier gaan eten en je wil hier gaan zitten. Ja, weet je, kan helemaal wat jij wil. Nou, in de uitbouw aan de achterkant, origineel al, tijd al gezeten, de keuken. Dat kun je ook zien aan de originele granitovloer die we dus in de hal hebben, hier ook. En er zit gewoon een goede witte keuken in met een grote ijskast, een vriesgedeelte, een combi-overmagnetron en een afwasmachine. En daar, achter die deur, daar zit nog een klein portaaltje. En vanuit dit portaaltje, kijk, ga je zo naar het toilet. Dat laat ik je graag zien als je hier komt kijken. Met lambrisering. Kijk, houten lambrisering. En een fonteintje. Leuk uitzicht vanaf je keuken, gewoon de patio tuin in. En dan als je nu naar boven kijkt, dan zie je dat daar twee ramen zitten. Dat is van de gang, zover ik weet. Weet ik wel zeker. Van de gang van het appartementencomplex. En daar zit een dakterras. Ja, als daar iemand gaat zitten en die gaat echt bij jou naar binnen zitten kijken. Ja, maar goed, dat is ook een beetje wat je hebt als je in een vesting woont. Hè, zoals naar de vesting. Hè, dat je gewoon niet altijd helemaal in je naakje kunt gaan zitten. Dan moet je een andere plek voor zoeken. Ensuite. En nog even de patiotuin. Kijk, en dit is zo schattig. Kijk, een hart. Een hart in het terras. Een lekker tuintje. Niet zo groot. Achterommetje. Schuurtje voor de fietsen. Nou, noem maar op. Het zit er allemaal gewoon bij. Lekker zon, voorjaar. Ook al heerlijk de zon vroeg hierin, wat je hier direct niet achter bebouwing hebt. Goed. Ik ga afscheid van jullie nemen. Nou, dankjewel voor het kijken. Op de Huizenpoortstraat 24 beginnen wij een deze dagen met de bezichtiging. Wil je hier ook komen kijken? Maak dan even een afspraak met ons via WhatsApp, via Facebook Messenger, telefoon, e-mail, noem maar op. Je kunt ons op allerlei manieren bereiken. En ik of een van mijn collega's laat je heel graag het huis zien. Dankjewel. En kijk even op www.huizenpoortstraat24.nl voor ook nog een video, andere video over dit huis, plattegronden, allerlei andere informatie. Dankjewel!